In onze andere video heb je kunnen zien hoe Bastiaan op ketamine gaat. En om de risico's te beperken, hier de do's en don'ts. Weet wat je snuift, dus laat je ketamine altijd testen. Zo weet je namelijk de sterkte en de inhoud. Weet welk effect je wil en pas daar je dosis op aan. Een beginnende dosis ligt tussen de 20 en 50 milligram. Dus ben je een beginner, begin dan gewoon bij 20. En denk je na 15 minuten dat je nog wat bij wil nemen, neem dan nooit meer dan je eerste dosis. Een bekend effect van ketamine is dat je er een beetje misselijk van wordt. Dus zorg dat je 3 uur van tevoren niks eet. Mogelijke effecten zijn desoriëntatie en verminderde spiercoördinatie. Dus zorg dat je tijdens je trip lekker kan gaan zitten of gaan liggen. Heb je gesnoven, zorg dan dat je na de trip je neus schoonmaakt met een wattenstaafje of met een spray. Doe het altijd met een trip zitten, want je kunt je bewustzijn verliezen en knock-out gaan. Dus zorg dat er iemand bij is die nuchter is. En deelnemen aan het verkeer moet je natuurlijk niet doen, want de na-effecten kunnen ook nog eens 2 tot 3 uur aanhouden. En, like always, niet combineren met andere medicijnen, drugs of alcohol.